Kijk, hier ben ik een paar gekke potten aan het maken. Want die schutting is blijven staan, maar hij is een beetje verfloos. En die moet je ook decoreren. Wat heb ik nu gedaan? Ik heb eigenlijk een ornament gemaakt. Dit is ook een pot, het is een aardzandpot. Daar heb ik een ceramicspot opgezet. Dit is dus eigenlijk gewoon een pot waar je planten in kan zetten. Maar ik moest een zuil hebben. Zijn ze mooi hoog geworden? Doe ik de Skimmia Pabella in met sierkolen. En je ziet gelijk eigenlijk die schutting niet meer, want hij is helemaal weggedekt. Kijk, dit is ook echt een winterbak. Hè? Dat ziet er toch fraai uit. Dit is de Lakotenwee Curly Red. Nou, rood is er nu weer, want het wordt kouder. Je ziet hem echt donkerrood worden. En die combineer ik met die witte sierkolen. En die sierkolen is ook echt een winterplant. Voor de bloemen zet je hem niet echt neer. Maar als je de winter helemaal overleeft, gaan ze van het voorjaar ook nog bloemen. In Friesland gaat Rob verder met iets nieuws. De sierkool als snijbloem. Ik gebruik het najaar altijd heel veel sierkolen in de tuin. Dat kun je hier ook in die bakken zien. Het ziet er natuurlijk heel mooi uit. Het zijn planten. Maar sierkolen worden tegenwoordig ook op een andere manier gekweekt. Als een soort snijbloem. Het is natuurlijk geen bloem, want dit is de sierkool. Eigenlijk worden er hoge kolen van gekweekt. Dan worden die bladeren er vanaf gehaald. Dan heb je echt een prachtige stengel om een bloemstuk te maken. Nou, dat heb ik ook voor Annemarie gedaan. Want ik heb hier een vaas gevuld met sierkolen. Die komt binnen op tafel. Maar ja, ik had er toch genoeg. Ik denk, ik ga een grap uithalen. Ik ga deze bakken, die ga ik ook vullen met die sierkolen als bloem. Die heb ik in oase gestoken, dus ze krijgen water. Ze zijn van binnen, maar ik zet ze hier neer. Ze kunnen even goed nog een hele tijd meegaan, ondanks dat je ze buiten neerzet. Nou, is het eerste wat mensen denken van, ja, een kool binnen in mijn huiskamer. Alles stinkt dan toch naar kool? Nou, dat is juist het leuke. Ze hebben die rassen met elkaar gekruist. Ze zijn zo lang aan het kruisen geweest dat ze niet meer stinken. Dus dan zet je ze in de kamer en je raakt bijna geen kool meer. De waterval van bloemen. Er komen verschillende bloemstukken op en die komen op verschillende hoogtes. Dan spargroen ertussen en dan helemaal tot aan die rand en dan komt allemaal klim op. En je ziet het nou al een beetje gebeuren. Er zitten ook hele interessante bloemen in planten, want ik heb hier gewoon groen van kamerplanten gebruikt. Dat staat hier tussenin. En dan, kijk eens eventjes, prachtige sierkolen, maar daar ga ik nog veel meer mee doen hoor. Kijk, we maken ook nog een paar losse kerststukken. Ik heb hier in het midden heb ik gerbera zitten, in het wit en het rood. Die zit in zo'n steekbus. Het mooiste is die kolen, dat is allemaal de basis. Kijk, dit zijn ook weer die kolen, dat is eigenlijk geen bloem. Dat noemen ze ook eigenlijk snijgroen. Maar het ziet er prachtig uit en het ruikt dus niet, die kolen. En dan heb ik die anthuriums erin gezet in het prachtige maagdelijke wit. Hè? Dat past bij de kerst. Als je dit...